Goedendag, welkom namens de Academie voor de Rechtspraktijk. Welkom bij een interview in een serie interviews die allemaal, zoals gebruikelijk, opgenomen zijn op een uh, bijzondere locatie. De locatie waar we zitten is de Pieterskerk in het uh, historische centrum van Leiden. Prachtige uh, kerk. De geschiedenis uh, zie je en voel je overal om je heen. Uh, kortom, ook een mooie plek om over het recht te gaan. Praten. Uh, dat doe ik uiteraard niet alleen. Mijn gast is Laurien uh, Berghuis. Je bent advocaat, partner, mediator bij Van Bentum en Keulen advocaten. Uh, dat zit in Den Haag. Utrecht. Utrecht, ja. dus, Maar je woont in Den Haag. Ik woon in Den Haag. Uh, ooit eerder in deze kerk geweest? Nee, toch? nog nooit. Maar echt prachtig. Groots. Groot, ja, dat is het. Ja. Um, Familie uh, uh, en personenrecht. Erfrecht ook. Erfrecht, ja. uh, Wat is de specialiteit of is dat letterlijk in, die, in de wat bredere zin van het woord? Bij familierecht, met name uh, echtscheidingen en alles wat erbij komt kijken. Ja. En bij erfrecht, alles. Oké. Okay. Het onderwerp uh, voor dit interview wat je mee hebt genomen gaat daar ook uh, ja. uh, over. Het gaat over partner, uh, alimentatie, een arrest van de Hoge Raad. Wat ja. was er aan de hand? Nou, het begint eigenlijk in 2017 met een echtpaar dat uh, discussie heeft over de uh, partneralimentatie. Mevrouw wilde graag dat meneer een bijdrage zou leveren in haar kosten van levensonderhoud en meneer um, was het daar niet mee eens, omdat uh, zij tijdens uh, voorafgaand aan het huwelijk een afspraak hadden vastgelegd in hun huwelijksvoorwaarden... dat er bij beëindiging van natuurlijk geen sprake zou zijn van partneralimentatie. Dus meneer zei: nee, we hebben deze afspraak met elkaar gemaakt. Die hebben we ook niet voor niets gemaakt. Uh, we hebben al uh, uh, kinderen uit een eerder huwelijk, uh, vervelende echtscheiding achter de rug. Dus uh, over nagedacht. En mevrouw zei: uh, nee, uh, want zo'n alimentatieovereenkomst hadden we helemaal niet mogen maken met elkaar. Nou, de, het Hof heeft daar inderdaad mevrouw gelijk gegeven. Uh, en beslist dat er geen sprake uh, kon zijn van een alimentatieovereenkomst, omdat dat uh, in strijd was met de wet. Um, en daarmee leek het gedaan te zijn, waren het niet dat de advocaat generaal mevrouw Lukers um, vond dat deze vraag, deze rechtsvraag, beantwoord moest worden door de hoge raad, omdat er onduidelijkheid over uh, bestond of er nou wel of niet een alimentatieovereenkomst uh, opgenomen mocht worden, een voorhuwelijkse alimentatie overeenkomst. Heel kort kan onderbreken. Misschien ja. ook onder druk van dat we als samenleving. Zeker. Wat verder zijn als het gaat ja. om het nadenken ja. over de onderwerp. Nou ja, onderwerp. in het kader van de contractsvrijheid. die partijen die met elkaar trouwen toch al wel in grote mate hebben. Ze mogen afspraken maken over hoe met hun vermogen wordt uh, omgegaan. Dus waarom niet ook over partneralimentatie? Er moest opnieuw duidelijkheid komen. Ja. In het kader van de rechtsontwikkeling mag ja. de. Uh, advocaat-generaal zo'n vraag dan aan de Hoge Raad voorleggen. Overigens, best laat gebeurd, want het was vijf jaar, is vijf jaar na de uitspraak in 2017. Maar als je ziet hoe uitgebreid uh, het stuk van de advocaat-generaal is... en hoeveel onderzoek ze heeft gedaan, is dat wellicht ook wel begrijpelijk. Maar goed, dan komt de Hoge Raad. Ja, met een in mijn ogen wel teleurstellende korte uitspraak... waarin zij verwijst naar uh, eerdere uitspraken in, in 1980... En vervolgens ook nog een uit de jaren 90. En heel kort en krachtig aangegeven wordt dat in uh, artikel 400, lid 2 van boek 1, is opgenomen dat uh, voorhuwelijkse alimentatieovereenkomsten nietig zijn. Um, en dat het artikel 158, waarin staat dat in aanloop naar een scheiding afgezien mag worden uh, van partneralimentatie, dat die niet van toepassing is. Um, op een voorhuwelijks alimentatieovereenkomst. Maar er zit dus niet een nieuwe juridische onderbouwing, anders dan een terugverwijzing naar nee. eerdere arresten. Nee, het is een hele korte, korte ja, echt wat mij betreft teleurstellende uitspraak. Ook omdat die AG zo haar best heeft gedaan om van alle kanten te beligen, belichten. En ook wel in is gegaan op de uh, nou ja, waarom zij vindt dat die artikelen juist wel ruimte bieden om zo'n voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst uh, aan te gaan. Maar ja, nee, niets van dat alles, helaas. Wat was de kern van, van het verhaal van de AG? Um, zij gaf aan, dit is, het is eigenlijk op meerdere gronden gestoeld. Um, zij gaf aan dat het artikel op grond waarvan het Hof de alimentatieovereenkomst niet uh, nietig achtte, dat die niet van toepassing zou zijn op dit soort partneralimentatieovereenkomsten. En dat het artikel dat juist aangeeft, dat artikel 158... Dat aangeeft dat je wel een, uh, een alimentatieovereenkomst mag sluiten en dus ook mag afzien van partneralimentatie, dat je dat ruimer uit zou mogen leggen. Um, en dat zou ook passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Uh, zij heeft er bij allerlei literatuur aangehaald. Uh, um, maar ja, te vergeefs dus blijkbaar. Als we een beetje een exegese doen, omdat de Hoge Raad zelf weinig uh, nou ja, uh, uh, houvast biedt... Wat zou de redenering geweest kunnen zijn? Dat ze zo strak hebben gezegd... Allemaal interessant, maar het blijft zoals het is. Ja, kijk, Om toch dat, omdat er toch die ruimte te weinig in de, in de wet uh, nou, je verankerd kun, is. Ja, je kunt, je, kunt hem, je kunt hem beide kanten uitleggen. En dat is ook wel wat je in de literatuur ziet. Er zijn... Um, uh, deskundige specialisten die inderdaad heel taalkundig naar die uh, artikelen kijken en aangeven dat um, de uitzondering op uh, de mogelijkheid om geen alimentatieovereenkomst te sluiten, um, dat die um, nou ja, niet in dat artikel is opgenomen, want er echt staat dat het alleen in het kader van echtscheiding kan. Um, en er zijn deskundigen die zeggen: Nou ja, zo, ruim ho zo, zo beperkt hoef je hem nee. niet uit te leggen. En ik denk dat de Hoge Raad hem inderdaad zo beperkt heeft, uh, heeft willen uitleggen. En het aan de wetgever wil ja, laten. de politiek moet gewoon. Ja, het aan de wetgever wil laten om daarin een, een stap te zetten. En dat is overigens ook al eens een keer eerder gebeurd. Want uh, van de Steur en uh, Recours waren dat volgens mij in 2015, zeg ik nu uit mijn hoofd. Toen was er het wetsvoorstel uh, herziening partneralimentatie. En dat stond er toen ook in. Dus in, de, in dat wetsvoorstel was al opgenomen. dat er een artikel zou moeten komen. die het mogelijk zou maken om voorhuwelijkse. Uh, alimentatie te maken. Maar daar is toen vrij veel commentaar op gekomen. Um, en toen is het eruit gehaald. De Raad uh, voor de Rechtspraak uh, zei nee. ik keek er kritisch naar. Uh, de, de vaste de, de specialisatievereniging had er commentaar uh, op. Um, maar uit dat wetsvoorstel bleek dus ook wel dat in ieder geval de, uh, de, 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 degene die het voorstel deden ook meende dat in de wet op dit moment niet de mogelijkheid is Want, opgenomen uh, om een voorhuwelijkse alimentatie ja, te maken. De discussie gebruiken. is dan toch een beetje dat er geredeneerd wordt van je kunt op het moment dat je die afspraken maakt, ja, kun je niet echt uh, voorzien wat een inkomensval bijvoorbeeld, echtscheiding betekent voor de zwakke partij. Dus ja, de wetgever moet gewoon bescherming ja, bieden. Ja, dat en dat is... gaat boven contractrechten. Uh, ja, en dat, da daar zit ook ben wel een kern van... Ben je gevoelig daarvoor? Of, uh... Nou ja, ik vind wel dat er een kern van waarheid in zit. Ik, ik hink een beetje op twee gedachten. Uh, want ik um, vind wel dat partijen de mogelijkheid moeten hebben om met elkaar... ook op het moment dat zij een huwelijk met elkaar aangaan... Um, uh, afspraken te maken over de consequenties bij echtscheiding. Niet alleen voor het vermogen, maar ook voor het inkomen. Dus ook voor de alimentatie. Um, maar ik ben me er ook van bewust dat mensen op het moment dat zij met elkaar trouwen en huwelijksvoorwaarden maken. vaak in een hele andere levensfase zitten dan um, het moment waarop ze scheiden. Ja. En vaak ook denken op dat moment. Um, nou, wij gaan de zorg voor kinderen gelijk verdelen met elkaar. Daar waar in de praktijk toch blijkt dat dat vaak nog niet het geval is. Ja. En dan zou je, als je dan toch meent dat die mogelijkheid er moet zijn, en ja, daar voel ik wel voor, in ieder geval ook, nou ja, daar heeft de VAS ook ooit voor gepleit, een soort hardheidsclausule moeten opnemen in de wet, zodat als de situatie verandert, je niet gehouden wordt aan wat je toen in volstrekt andere omstandigheden bedacht hebt met z'n tweeën. Kort en krachtig. In het uh, voorgesprek, wat maar weinig mensen hebben, maar wat misschien wat vaker zou moeten gebeuren ja. op het moment dat je gaat trouwen, is het wel belangrijk om dit dus te delen naar de toekomstige partners. Van, ja. Let op jongens, je kunt van alles afspreken, ja. maar één ding, dat is toch up, up for grabs. Want, of het vanaf... houdbaar is, ja, is, dat, de vraag. Uh, ja. is de vraag. En als je het afspreekt, geef dan duidelijk aan onder welke omstandigheden. Want je kunt natuurlijk wel opnemen dat je het zo wil. Maar ik zou er dan altijd bij opnemen wat de uitgangspunten daarbij waren, waarom je dat op dat moment redelijk vond. Ja. Tot slot, is dus er nog iets wat we vergeten? Dat je zegt van oh, dat wil ik nog wel even benadrukken. Wat ook nog wellicht een interessant gevolg is van uh, dit arrest. Of is eigenlijk de conclusie: het blijft gewoon lekker wat het is. Ja, nou, ik denk dat er heel weinig veranderd is. Dat ja. we nog steeds in dezelfde situatie zitten. En dat vind ik heel erg jammer. Ja. En ik zelf zou mijn cliënten nog steeds toch aanraden als je dit daadwerkelijk wil, ja probeer het, want Zet je weet ruilen. niet hoe het over tien jaar is. Ja, ja. Dan heb je het maar opgeschreven. Ja. Dat is waar. Goed. Uh, Laurien, dankjewel. Ja. Dankjewel ook voor je komst hier ja. naar Leiden, naar de Pieterskerk, waar we vandaag dus uh, te gast zijn op de website van de Academie LegalFlix.nl, waar ook deze video uh, te zien is. Daar staan veel meer van dit soort gesprekken en interviews uh, over andere juridische onderwerpen. Dus Klik ook eens op die gesprekken. Voor nu in ieder geval namens ons allen bedankt voor het kijken naar dit gesprek.